middelbare school kwam naar Kuik, omdat er in die tijd op het industrieterrein in Katwijk heel veel bedrijven zich vestigden uit het westen. Er waren dus heel veel werknemers, die kwamen ook mee. En die mensen hadden graag een openbare school voor hun kinderen. En dat is eigenlijk de oorzaak geweest voor het feit dat er in Kuik een openbare school kwam. En dat werd dan de Nienke van Ichtum school. Eerste 2 jaar heetten wij de eerste openbare school. En vanaf 1970 de Nienke van Ichtum school. Dat was de foto van de eerste groep 8. Dat is de eerste groep 8. En daar zat op June Spreij. En Spreij was een hele grote meubelfabrikant en die kwam uit Vlaardingen. En die heeft toen hier, dan wat ik straks al zei, op het industrieterrein in Katwijk hebben ze daar een hele grote meubelfabriek zijn ze gestart. En die hebben dus heel veel mensen meegebracht deze kant op. Nou, dit is een foto van de zoon van Nienke van Ichtum, die hier het naambord van de school, Nienke van Ichtum School, onthult. Hij wilde het eigenlijk doen met zijn zuster, die er ook bij was, maar die vond toch dat hij het als man zelf maar moest doen. En het was een type die graag een beetje op de achtergrond bleef, dus daarom is ze er ook niet bij. Wat we hier zien is dat mevrouw van Zwieten met de stippeltjesjurk en de dochter van Nienke van Ichtum met de mooie zwierige hoed op kijken naar het prachtige naambord wat voor en neer is gezet voor onze school in een bed van Afrikaantjes was het toen. En dan zie je daar staan Nienke van Ichtum, openbare lagere school. De officiële toespraak van de burgemeester, dat is burgemeester van Zwieten. En weet je, misschien kun je even letten op wat je achter de burgemeester op de muur ziet zitten. Ik denk dat dat mozaïek is, wat nu bij de ingang van de speelplaats hangt. Waren dan ook alle klassen die dan meegingen? Nee. Het was, kijk, in de eerste, het was eigenlijk dat je dus verder weg ging. Dat was vanaf groep 5 nu, vanaf de derde klas. Want de kleuters en groep 1 en 2, die hadden hun eigen reisjes. Maar die gingen dan bijvoorbeeld naar het bos. Nou, kijk eens, nog even zwaaien. Ik zie ook dat de nodige ouders meegaan. Ja, die gingen ook mee al, toen al. Ja. Ik heb altijd wel, wij verdeelden ook, hè. De kinderen wisten ook bij welke ouders ze hoorden. Die hadden een rood vignet hierop, met de stempel van de school. En in het rood. En dan waren het 5 kinderen, of 4, 5... En die mevrouw die daarbij hoorde en daar verantwoordelijk voor was, die had datzelfde vignet op. Zo konden de kinderen dan terugvinden waar ze bij hoorden. Ja. Kabouter op de paddenstoel met de witte stippen, het liedje kennen we allemaal. En allemaal de kaboutermuts op. Dus denk dat het in die richting gaat. Even een groepsfoto, ja. Moest er ook altijd bij. En dat werd dan opgeplakt op een groot vuil. En dat werd op een centrale plaats in de school neergelegd met een lijst erbij. En dan konden ouders komen kijken en opschrijven welke foto's ze wilden hebben. Oh, dan gaan we vergaderen. En ik herken daar niemand van. Ik weet wel dat het in het handen bij het lokaal is. Maar kijk, dat waren toen dan
ouders die in een werkgroep zaten of in de oudercommissie. Een medezeggenschapsraad kende je toen helemaal nog niet, hè? Heb je voor genoeg gerookt? Ja, behoorlijk, hè? Ja. Ja, zeker. Die eerste jaren, ja, uiteindelijk toen ik wegging, waren we dus met 8 leerkrachten. Dus dat is nog te behappen, hè? Ook als je een vergadering hebt. En ja, dat is natuurlijk gegroeid. We zijn met z'n tweeën begonnen. Ja, dat was toch een beetje close, hè? Een beetje intiem. Dat is echt leuk. Ja, dat is Doreen. Kan niet anders. Dat is jouw dochter? Dat is mijn dochter, mijn jongste. Toen ik wegging, toen vond ze het toch echt raar. Er kwam een nieuwe meneer en... De kinderen bleven achter? Ja, de kinderen bleven achter, ja. Zo voelden ze dat echt een beetje. Ja, toen was juffrouw Sjaan hoofd van de kleuterschool. En je zat dan wel samen in één gebouw. Je deed wel eens een keer iets samen, maar je functioneerde toch ieder als je eigen instituut. We vieren ook 25 jaar openbaar onderwijs in Kuik. 25 jaar geleden begon de openbare school met meneer Peters, 1 juffrouw en 35 leerlingen. Op het moment zijn er 3 openbare scholen in Kuik met 750 leerlingen. En het groeit nog steeds. Dus ik denk wel dat ik mag zeggen dat het nog steeds goed gaat.
dat betekende dat een aantal ouders toch wel zoiets hadden van, nou, dat willen wij wel. Ze zijn met de gemeente gaan praten, want de gemeente was toen nog het bestuur van het openbaar onderwijs. En ja hoor, er mocht een openbare school komen. Maar die school was niet zomaar een school. De school was in de schouw. Dus zo zijn wij groot geworden.